Het is vandaag 23 juli 2015 en ik ben in Antwerpen op de Groenplaats. En ik ben hier aangeland op de hoek. En wat tref ik daar? Het frietkot Max. En we gaan daar eens een kijkje nemen en vooral ook eens een frietje eten. Om eens te testen hoe een echte, goede Belgische friet smaakt en of die goed wordt gemaakt. Het is mooi zonnig weer, het is een prachtige dag. En ja, het is interessant om hier in Antwerpen op de Groenplaats zo een oud, sinds 1842, frietkot aan te treffen. Een van de oudste frietkotten, of koten, hoe moet ik dat zeggen, van België, van Antwerpen. Goedendag, ik ben hier in frietkot Max in Antwerpen. Op welk plein ben ik hier? Op de Groenplaats. Op de Groenplaats, hè. En trouwens, goedemiddag meneer. Ja, goedemiddag. En ik spreek met Gerda. Ja. En Gerda, ik heb net een heerlijk postje friet verorberd. Perfecte friet. Ben jij een ervaren frietbakster? Ik dacht het van wel, denk ik. Ja. Doe je dat al lang? Al bijna 20 jaar. Echt waar? Ja. En ja, je staat hier, sta je hier elke dag hier op in de frietkot Max? Nee, ik sta hier elke dag. Nee. 3 dagen in de week. Mm-hmm. Maar voor de rest heb ik collega's. Ja, maar dit is een leuke plek ook, een goede plek, hè? Ja, natuurlijk is het een leuke plek. Want je staat natuurlijk eigenlijk recht tegenover McDonald's, waar ze ook allerlei friet verkopen. Maar ik moet eerlijk zeggen, jullie friet, die is niet te vergelijken met die van McDonald's. Hier worden ze bij liefde gebakken ook, hè? Ja. Maar Gerda, weet je ook van welke aardappelen dat je ze bakt? Dat zijn de beentjes. De beentjes, de aloude, very, echt de bekende, echte oude beentjes. Beentjes. Ja. Want wat is nou het geheim van een goede frietbakster? Hoe bak jij nou je friet? Wat moet je dan gebruiken? Ik denk met liefde gebakken, hè? Ja, precies. En het echte ossewit van vroeger nog. En op feeling. Je moet een beetje feeling hebben, hè? Dat, hè? Gerda, er staan klanten achter me. Die moet je eerst helpen. Jazeker, dat kan zien aan het wachten. We gaan straks verder. Dat is een kippensaté. Daar ga ik de prijzen. Eentje. En dat is oké? Of een ding laten liggen of een zakje in de hand. Hier zitten. Dan leg ik het op het tabletje. Het tabletje wil terugbrengen, hè? Dank u. 10,25 euro. Dat zijn de bakjes voor de saus, maak je zo. Ah, jij weet altijd precies, Gerda, wanneer je de friet eruit moet halen, hè? Ik heb daar gevoelens voor, hè? Ja. Dat heb je in de loop der jaren allemaal wel aangeleerd. Het is omdat ik het heel graag doe ook, hè? Ja, natuurlijk. Maar we hadden het toen net nog even over het vet wat je gebruikt. Ossen, wat zei je nou, ossenwit? Het echte ossenwit van vroeger nog. En dat is het vet om friet te bakken? Dat is vet, ja. Dat is geen olie op niks, hè? Nee. En je moet de frietjes natuurlijk ook 2 keer bakken, hè? Want ja, dat is een goede vraag. Want hoe krijg jij jouw friet binnen? In voorgesneden? Voorgesneden natuurlijk wel, hè? Ja. Dat is niet meer te doen als je dat zelf ook moet doen, hè? 1 grote. Voorzichtig met zout, hè? En zelfs wat je neemt, hè? Nee, dat is niet meer te doen natuurlijk. Ja, je krijgt ze voorgesneden, maar niet voorgebakken. Nee. Het zijn beste frietjes, hè? Ja. En dan zeg jij 2 keer bakken? Ja. En dan, liefde, hè? En dan zijn ze perfect. Had ik graag een beetje mosterd bij de kipkot? Nee, bij de kroket bedoel ik. Oké, dan niet. En als ze lekker zijn, komen ze altijd maar op stuk, denk ik, hè? Ja. Ziet er prachtig uit, hè? Goudgeel. Goudgeel? Ja. Niet goudbruin, hè? Want dan zijn ze niet lekker nimmer, hè? Nee, want ja, net als dat vet wat jij bakt, hoe vaak moet je dat nou verversen? Elke dag. Elke dag? We hebben elke dag nieuw vet. Zo. Maar ja, dat hangt ook helemaal ervan af natuurlijk hoeveel friet je erin bakt, hè? Ja, en je moet ook denken, het staat de hele dag wel op zijn temperatuur, hè? Ja, natuurlijk. €7,20 als je niet. Op een dingblaadje leggen of een zakje dan? Zo, kost maar even veel. Heb je 20 centjes? Dank u.
En Gerda, betrek jij jouw friet van een vaste leverancier? Ja, dat is normaal, hè? Ja, ja, die altijd jou bevoorraadt. Alsjeblieft. Voorzichtig met zout, dan mag ik ook veel uit. Zout mag je nemen. Maar jij weet goed hoe je je handen moet laten wapperen, dat zie ik wel. Ja. Met je vingers draaien of met je duimen draaien is er hier niet bezig. Nee. Maar het is een mooi werk, want je ziet altijd blije mensen weggaan. Meestal wel. Alsjeblieft. Smakelijk. Meestal wel, hè? Ja, het mooie is, ik kom eigenlijk een beetje uit de agrarische sector en dan is het toch leuk om te zien hoe de aardappelen hier tot extra waarde worden gebracht, hè? Ja. En dan geef jij er nog een leuke glimlach bij en een vrolijk gezicht. Nou ja, dan kan het eigenlijk niet meer stuk. Ik maak ze hier al 15 jaar en ik heb altijd hetzelfde gezicht op elke pot, elke film. Ik heb overal hetzelfde gezicht, dat verandert niet. Echt waar. Maar nee, hoe komt nou aan de naam? Frietkot Max. Is Max nog steeds aanwezig? Dat weet ik niet. Nee. Dat durf ik echt niet zeggen. Ik heb nieuwe baas sinds een jaar of twee, bijna 2 jaar. En blijft Frietkot Max, hè? Ja, dat zeker. Maar die naam is gevestigd hier, hè? Maar het is een oud frituur van België, hè? Het was vroeger een kraampje in de straat. Uh-huh. En het is nu ingebouwd. Ja. Dus het is de oudste frietbank, dat trouwens op de Veelse Wensen ook, hè? Van 1842. Zo. Ik was het. Maar zo oud ben jij nog niet. Nee. Gelukkig nog niet. Ja, dan kom je ook uit Antwerpen? Ik kom niet uit Antwerpen. Nee. Waar kom je vandaan? Ik kom uit de Kempen. Uit de Kempen? Ja. Maar je voelt hier wel thuis? Ja, ik voel me eigenlijk overal thuis. Ja. Dat is een klein probleem, hè? Ja. Ja. Maar ben je nou, als jij hier staat, hoe laat begin jij nou? 'S morgens? 11:30. 11:30. En dan blijf je open tot hoe laat? Nee, mijn collega komt zelfs aflossen. Oh, die kom je straks halen. Ja, aflossen, hè? Ja, precies. En dan blijft mijn collega staan dus. En de zaak blijft normaal open tot hoe laat? 12 uur. Tot 12 uur. En dan heb je het wel een beetje gehad, hè? Ja, ik denk het wel, hè? Ja. Maar ik zou altijd niet op willen komen, maar... Maar jij krijgt klanten van allerlei nationaliteiten, denk ik? Ja, over de hele wereld. Maar ja, jij hebt ook nog echt een aantrekkelijke naam, want het Belgische frietkot... Dat is natuurlijk wel bekend. Het is ook hier een frietkot. Wereldbekend, wereldeigen overal. Ja. Ja. Daar komt de mevrouw om friet. Dag mevrouw. Goedemiddag mevrouw. Ik heb hier een bonnetje. Moet je met 2 euro kopen, hè? Ja, dat weet ik. Ja, en dan moet je zeggen waar. En de frikadelle was een speciaal voor de Costa. Dat weet ik niet. Jammer. Nee, ik kan kijken, hè. Maar dan ken ik van buiten, hè. Ah. Ik ken geen prijzen van buiten. 3,85 euro. Voor een kuur was speciaal. Ja. En dan voor een kuur was speciaal. Hier bij een dagje. Dan pak je voor een kuur was speciaal. Dat is het dan niet op de kuur. Nee, ik ga niet heen. 3,15 is het. Voor een kuur was speciaal. Kuur was speciaal is 3,15. Dat is met een sausgroep. Je moet de mensen ook allemaal een beetje helpen, Gerda, met al die sauzen die je daar hebt. Hè? Het is trouwens een goed systeem, dat de mensen zelf kunnen kiezen en ze betalen vooraf. Ja, het is wel leuk ook, hè. Ja. En ze kunnen ook eens iets van iets anders proberen, precies. Dat ze nog niet kennen of zo. En dan, want daar liggen buitengewone variaties, staat daar. Ja, en heel veel soorten, hè. Dus zet het hier op een brandpotje. Heel drinken en vrij. Ik zal even buiten zitten. Ik kan heel goed roepen, ik zal wel roepen. Ja? Ja. Ik kan dat niet zelf op weten. maar je hebt hier ook een leuk terrasje hier vlak voor. Ja. Dat is ook erg aantrekkelijk, hè? En de Groenplaats is natuurlijk een zeer aantrekkelijk plein. Ik hoor de meeste mensen zeggen, het is klein, maar wel gezellig. Ja, dat is ook zo. Er zijn er zelfs veel die met iets van een eten op en van een ander komen en die hier op mijn terrasje komen zitten. Ja. Maar dat gaat niet, hè? Nee, en ze moeten zich ook wel een beetje gedragen, hè, Gerda? Een beetje gedragen ook, hè? Als jij een blaadje meegeeft om op te eten, dan vraag jij vriendelijk, breng het terug. Ja. En dan zijn er toch mensen die zeggen, nou, laat me staan. Moet ja, het is eigenlijk zonde, hè, want ik vraag het dan heel vriendelijk en beleefd. Of wilt u alsjeblieft een teamblaadje of een tabletje opruimen? Mm-hmm. Ik sta alleen te werken. Ik heb maar 2 handen. Ik ben geen octopus. Nee. Het is niet dat ik niet wil werken of zo niet, maar ik heb niet altijd de tijd om op te ruimen. Niet. En ik vraag dan gewoon om op te ruimen, omdat de mensen die achter hun komen, toch een leeg tafeltje hebben. Precies. Ik zeg niet dat het altijd proper is, maar het is toch leeg dat die mensen weer hun tabletje kunnen zetten. Ja, nou. En daarom... Maar gelukkig is 95% van de mensen van goede wil. Dat wel, hè? Gelukkig wel. Ja.
En zijn nou in de loop der tijd de prijs van frieten, is die nog gestegen dit jaar of blijft die stabiel? Nee. Dat is al een hele tijd geleden dat die nog eens naar hem ook gegaan is. Ja. Een hele tijd geleden. Ongeacht zeg maar de aardappelprijs, jullie hanteren gewoon je vaste prijzen. Ja. We zijn trouwens de goedkoopste in de buurt in de omtrek hier. Oh ja? Horen van de rest van de mensen zeggen ja. Ja. Van de klanten dus. Het is jammer dat je op een zeker moment dat de honger over is, want als je die friet ziet, zou je blijven eten. Frietjes gaan er trouwens altijd in, hè? Jazeker. Wat is dat nou wat je daar hebt? Een frikadelletje speciaal. Een frikadelletje speciaal. Dat zeggen ze in Nederland. Bij ons zeggen ze een currywasje speciaal. Hè? Een currywasje? Een currywasje speciaal. Met uitjes, mayonaise en ketchup. Hè? Ja, zo heeft elk land zo zijn eigen benaming. Ofschoon we toch zo dicht bij elkaar liggen. Ja, hè? Maar dat moet een beetje verschil zijn. Hè? Ja, vind ik ook. Anders is het leven saai, hè? Ja, maar ga niks boven de Belgische friet, hè? Dat niet. Nee. Frikje met speciaalke? Dankjewel. Voorzichtig met zout, hè, want er komt veel uit, hè. Ja, meneer zout. Oké. Dank je wel. Ik geef alles netjes af. Ja, geen probleem. Leuk hoor. Ik hoorde jou zo. Ja. Je vertelde me daar juist dat er nogal wat mensen zijn die jou ook op de film hebben gezet. En zelfs ook op YouTube hebben gezet. Ja. En toen heb je iets heel leuks meegemaakt, hè. Wat was dat nog weer? Ja, dat is misschien wel een jaar of 10 geleden, hè. Er was een meisje en die kwam van Amerika en die kwam van boven. Ik had mijn eigen wist omkleed, ik had gedaan mijn werken. En die komt naar mij gevlogen, maar ik kende die meisje van geen kanten. En dan zegt ze, Gerda, want daar spreken ze geen uit. En ze zegt, Gerda, ik zeg, ja, ik ken jou van de tv, ben maar dat, he love you. Ik zeg, oei, wat is dat? Dat is wel leuk. Ja, dat is zeker leuk, want die had een filmpje gezien waarschijnlijk van jou. Ja. Ik had een filmpje op tv gezien, want dat is Amerikaanse tv hier komen opnemen waar. Ja, natuurlijk. Ja. The Queen from the Fries was dat. Ja, en je zegt geen onbescheiden vraag, maar ben jij nog vrij dan? Ik ben nog vrij. Ben je nog vrij? Ja. Dus ja, wat dat betreft, de markt is nog open. Ja, maar ik moet een beetje naar mijn dansen, hè. Juist. Helpt de mensen maar. Ja. Oei, ik kreeg een commentaar. Ja, jij vroeg nou net even of je nog vrij was. Je zei ja. Ik was vrij, ja. Dus wat dat betreft, de markt is nog open, maar je zegt ik ben wel kieskeurig. Ja, kieskeurig, kijk. Maar ja, goed. Ik hoop niet meer, oké, komt er iemand op mijn weg? Ja. Iemand waar het mee klikt, zou ik zeggen. Zo is dat, ja. Dan zal het misschien lukken. Maar je bent wel eens verliefd geweest, toch? Ja, meer dan één keer ook wel. Wie niet in zijn leven. Ik heb al veel ervaring gehad, dus... Maar dat is prachtig. En Gerda, hoe zie je de toekomst van jezelf? Blijf je nog lang friet bakken? Ik hoop dat ik het nog 10 jaar kan volhouden. Maar dan ben ik bijna... dan ben ik 71. Dat zal moeilijk zijn, denk ik, hè. Je weet nooit, hè? Je weet maar nooit. Nee, iets wat je graag doet, daar snijd je niet van, zeggen ze toch? Ik zal erbij moeten neervallen, denk ik, wil ik stoppen, denk ik. Nou, Gerda, ik wens je veel succes. Je hebt een perfecte, lekkere friet. En ik kan iedereen aanraden die in Antwerpen komt... om naar Frietkot Max te gaan op het plein... Op de Groenplaats, hè? Ja, de Groenplaats op de hoek. Ja. Nou, zeker de moeite waard. Bij de grote puntzak voor de deur. Prima. Ga er succes ermee. Dank u. Dank u.